AI kan de mensheid uitroeien of een glorieuze toekomst brengen. Dat zeggen de makers. Als je het aan mij vraagt, slaan beide visies nergens op. Mijn naam is Ilyas Nasrullah en ik wil dat jij je niet laat misleiden door domme software die zich slim voordoet. Welkom in de AI-fabriek, nu in je podcast-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merck. Goedemorgen, het is 14 december 2022, woensdag. En naast mij zit Ivo Verhit. Goedemorgen Bas, en wat goed dat je weer terug bent. Ja, ik ben weer even terug. Ja, fijn. Heerlijk eventjes in de sneeuw geduikeld in het verre Tsjechische Praag. Heerlijk. Altijd fijn. Bedankt voor. Maar nu weer hier, ook in de sneeuw. Een soort van. En nu weer hier, ja, nou ja, vooral de kou. Ja. Het is wel koud. Ja, het is wel fris. Dat is daar min 9, hier is min 2. Ja, valt nog mee, het is lekker warm. We geven je in de komende 20 minuten inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Zoals je weet, de vliegende start van je werkdag. We gaan het hebben over het gasverbruik in Nederland. Want ja, in Bergen, daar zit die gasvoorraad lekker vol, althans. Die zat lekker vol. Ja, we zijn lekker aan het stoken, hè? Ja, we zijn 30% aan het extra verbruik. Daar gaan we straks over hebben. We verhalen over de Amsterdamse grachten nog voor je. Een woonboot moest daar weg. Maar ja, fietste ik langs gisteren op weg naar huis. Maar die paste niet onder de brug door, hè? Nee, hebben ze een oplossing om dat ding toch op zijn plek te krijgen. Oh. Onder de brug door te krijgen. En die is vrij bijzonder. Maar eerst naar dit. Want de winsten van werkgevers staan flink onder druk. Dat weten we. Bedrijven kunnen moeilijk voldoen aan de hoge looneisen die werknemers stellen. Meldt de grootste werkgeversvereniging AWVN. Bij ons directeur Raymond Puts. Goedemorgen, meneer Puts. Goedemorgen. Ja, werknemers worden hard geraakt door de historisch hoge inflatie. En dus dreigt de FNV, bemonden van zijn voorzitter Tuur Elsinga, al sinds de zomer met een hete herfst. Want er wordt hoog ingezet, in de CAO-onderhandelingen. Hoe ziet u dat, wat ziet u daarvan terug? Wordt er inderdaad hoog spel gespeeld? Nou, ik denk dat Tuur de hete herfst, zoals hij die voorspelde, natuurlijk met de huidige en de hoge inflaties maken die gesprekken dat die wat lastiger worden. Ja. Maar tegelijkertijd zien we dat we meer CO's sluiten dan in een vergelijkbaar jaar. Dus als je kijkt naar, nou komen we niet tot elkaar in een vergelijk, dan is dat zeker niet zo. Ja, maar toch, als we kijken naar de arbeidsvoorwaarden die nu gesteld worden, met name looneisen die FNV stelt, die liggen hoog, zo hoog, dat horen wij althans, werkgevers nu beginnen te klagen en zeggen, ja, wacht eventjes, die looneisen, prima, we willen die inflatie best compenseren, maar niet alles, dat kunnen we niet betalen. Maar dat gaat niet zo goed in de markt. Klopt dat? Nee, ik denk nou, kijk je naar de laatste cijfers vanuit november en december, en dan zien we dat de loonontwikkeling nu op zo'n 7% ligt. Dat is nog exclusief zaken die bijvoorbeeld met een periodiek of op het moment dat je buiten de CAO iets doet, gebeurt ook veel. Dus je ziet die lonen ook behoorlijk mee oplopen. En ik denk dat we inderdaad, als je kijkt naar de toekomst, ervoor moeten waken dat die hogere lonen niet weer leiden tot hogere inflatie en we in de, ja, een soort van haasje overeffect komen. Mm-hmm. Tot op heden denk ik, als je kijkt nogmaals naar de ontwikkeling nu, dan weten we inderdaad nog niet de volledige inflatie te corrigeren. Maar we komen wel heel dicht bij elkaar in de buurt. Ja, maar toch, FNV eist automatische prijscompensatie in alle CAO's. En dat komt dus neer, effectief, op een loonstelling van ruim 14% in 2023. Mm-hmm. Nou, ja, en toen werd de winter ineens heet, of niet? Nou, daar hebben we natuurlijk al vaker van gezegd. Het is gevaarlijk als je een automatische prijscompensatie toepast zonder dat je kijkt naar wat is er nou in de bedrijfstak of in de sector mogelijk. Daarom sluiten we CAO's ook decentraal, omdat je dan goed inzicht hebt in wat er in de sector of in het bedrijf mogelijk is. Daar past een automatische prijscompensatie niet bij. Normaal kijk je naar waar vandaag de dag de loonstijging op zit, dan zit die denk ik ondertussen al op een heel behoorlijk niveau. Ja, nee, dat kunt u mij zeggen, maar gaat meneer Elsinga met zijn FNV er ook in mee? Ja, dan zou ik zeggen, kijk naar alle CAO's die we met elkaar sluiten. Ja. Ik bedoel, als we het nooit eens zouden worden met elkaar, zouden we ook geen CAO's sluiten. Dus dat is zeker niet het geval. Ja. Als we kijken naar incidentele beloningen, of een niet-structurele beloning, dus niet een automatische prijscompensatie, maar wel wat meer. We zien ook inderdaad dat grote bedrijven, NS geloof ik is een mooi voorbeeld, die hebben inderdaad de volledige inflatie gecompenseerd. Maar niet structureel, volgens mij. Althans niet voor de eeuwigheid. Is dat iets wat wel bespreekbaar is bij werkgevers? Zeker. We zeggen ook als werkgevers, hebben we vorige week ook laten zien, of begin van deze week, dat steeds meer werkgevers, ruim zo'n 70%, ook nog buiten de CAO toezeggingen doen, financiële toezeggingen doen. Dat zijn vaak bedragen die aan werknemers worden uitgekeerd,
om die inflatiepijn te corrigeren. Dus dat doen we wel degelijk. En je ziet in steeds meer cao's, ook los van de structurele loonontwikkeling, dus dat percentage dat we steeds kennen, steeds meer bedragen worden toegekend. En die zijn inderdaad niet per definitie structureel. Nee. Maar die dragen wel bij aan die inflatiecompensatie. Ja, precies. Dat is een beetje gewoon een tegemoetkoming die je krijgt voor energie, dat soort toestanden. Ja, maar dat zijn bij elkaar ondertussen wel behoorlijke bedragen. Ja, precies. Maar toch zeggen Rutte, Kaag en Van Gennep ook, die zeggen, oh, kom op, doe er dan geld bij. Wij zijn ook bezig als kabinet om dat koopkrachtverlies te compenseren. We verwachten van die bedrijven ook wat meer. Hoe ver kunt u nog gaan? Of zitten we al aan uw max? Ja, kijk, het is wat lastig om voor heel werkgever Nederland één uitspraak te doen. Kijk, bijvoorbeeld, ik refereerde net aan de 70% van de werkgevers die nog buiten de cao extra dingen doen. Die kregen bedragen uit het merendeel boven de €500. Nou, dat is al eigenlijk meer dan de energiecompensatie die het kabinet dit jaar ook doet. Hè. Dus ik denk dat we wel degelijk samen proberen om dat met elkaar op te lossen. Ik denk dat daar waar het mogelijk is, werkgevers ook echt bereid zijn om dat te doen. Die zien ook wel welke impact het heeft op werknemers. Maar anders vind ik ook dat we moeten waken met z'n allen. Daar zijn we namelijk allemaal bij gebaat. Dat we de inflatie ook wel weer wat terugkrijgen op een niveau zoals we die gewend waren. Want ja, dat doet ons allemaal pijn in onze portemonnee. Absoluut. Anderzijds, we hebben een enorme krappe arbeidsmarkt. Er wordt geweldig gewerkt aan het vervullen van die krapte. Dat betekent dat die werknemer in de driver's seat zit als het gaat om onderhandelingen. Die kan een hoop vragen. Ja, zeker. We weten dat in een krappe arbeidsmarkt het loonelement natuurlijk meespeelt. Ja. Tegelijkertijd weten we ook dat mensen niet alleen voor loon voor een andere baan kiezen. Het gaat ook vooral ook wel over inhoud. Dus, maar zeker, en dat zie je denk ik ook wel een deel terug in de loonontwikkeling. Die heeft iets te maken natuurlijk met de huidige inflatie. Maar er loopt natuurlijk ook een krapte element in de loonontwikkeling. Duidelijk, dank u wel. Remon Putz is directeur van AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. En dan over dat gasverbruik. Nou, Iwan, ga maar eens even los. Ja, sinds begin deze maand fors gestegen met 30%, meldt GasUnie. Huishoudens en bedrijven gebruiken door de kou, de plotselinge kou, zoveel gas dat ons land de gasopslagen moet gaan aanspreken. Nou, daar zijn ze natuurlijk ook voor, maar toch. We hebben heel veel moeite gedaan om die dingen te vullen tegen enorme prijzen. En nu gaan we ze dus ook gebruiken. Alleen afgelopen maandag ging er bij burgers en bedrijven zo'n 200 miljoen kubieke meter gas doorheen. En dat is behoorlijk veel, zegt lector energietransitie Martien Visser. Ik zei het al, die gasopslagen die waren medio oktober voor ruim 93% gevuld. Maar de vulgaat is nu al met 10% gedaald. Volgens GasUnie kunnen we dat prima aan, mits de winter niet te extreem wordt. Want de voorraad moet komend jaar ook weer worden aangevuld. En daarom, dat bericht hadden we gisteren en eergisteren ook al, wil GasUnie de opslagcapaciteit voor LNG snel gaan vergroten. Bijvoorbeeld door snel extra drijvende gasopslagterminal in Terneuzen te regelen. Dat is daarvoor de aangewezen locatie. En nog steeds is de oproep, Nederlanders, zet je thermostaat een graadje lager waar dat kan. Dat gebeurt ook, ziet bijvoorbeeld Eneco. Hoewel door de kou beduidend meer gas wordt verbruikt, blijft het verbruik lager dan eerder bij zulk koud weer. Ja, dus in één keer. We doen dus wel ons best. Ja. Ja. Dan nog een opvallend iets dat gaat om het prijsplafond voor gas- en energieprijzen dat volgend jaar ingaat. Dat werkt lang niet altijd zoals eigenlijk bedacht is. De belofte was, tot een verbruik van 1200 kubieke meter gas betaal je maximaal €1,45 per kubieke meter. En tot een verbruik van 2900 kilowattuur elektriciteit maximaal 40 cent per kilowattuur. Maar dat werkt alleen als je een extreem gemiddeld energieverbruik hebt, meldt RTL Nieuws. En dan extreem gemiddeld in de zin van verdeling over het jaar. Ja, want dat prijsplafond blijkt te zijn opgedeeld in twee periodes. Eentje voor de jaarafrekening en eentje na de jaarafrekening. En wanneer de jaarafrekening komt, dat verschilt natuurlijk per persoon, want dat is meestal gewoon de dag waarop je ooit je contract afsloot. En het gas dat onder het prijsplafond valt, die 1200 kuub, dat is met een rekenmodel per dag verdeeld over het hele jaar, waarbij ook rekening is gehouden met seizoenseffecten. Dus eigenlijk mag je per dag een bepaald aantal kubes gebruiken. Afhankelijk van het seizoen. En dan komt je jaarafrekening. Ja. En dan kijk je energieleverancier naar het aantal kubes dat je gebruikt hebt en dat je had mogen gebruiken volgens het model tot die dag. Er wordt dan afgerekend tegen het plafondbedrag. Over de eventuele rest betaal je de marktprijs. Maar dan kan het dus voorkomen dat je in het ene deel van het jaar minder gas verbruikt dan gemiddeld. In het andere deel van het jaar meer. Per saldo blijf je dan wel volgend jaar netjes onder dat prijsplafond. Maar doordat je afwijkt van het rekenmodel in die verdeling in het jaar, betaal je dan toch een deel energie tegen de marktprijzen. En het is ook niet zo dat je ongebruikte kubes of kilowatturen van de periode kan meenemen naar een andere periode. Dus dat is toch even opletten. Absoluut. Ministerie van Economische Zaken zegt,
zegt, ja, deze manier van opdelen, dat moet wel om boekhoudkundige redenen. Maar ik kan me voorstellen dat er toch wel oude mensen zijn die daardoor verrast zullen worden volgend jaar. Zeker. En die dus inderdaad denken, we krijgen wat en die krijgen niks. Ja, precies. En per saldo klopt het dus inderdaad, maar toch niet helemaal. Ja, en zo meteen het verhaal. Wat doe je als je een woonboot moet verplaatsen? Maar die kan niet onder een brug door in Amsterdam. Nou, daar had Amsterdam een innovatieve, maar nogal rigoureuze oplossing voor. Zo meteen hoor je daar meer over met een minuut of 10. Ochtendnieuws. Ja, de Amerikaanse regering kondigt mogelijk deze week nog aan dat ze het Patriot raketafweersysteem naar Oekraïne gaan sturen, zegt CNN. Minister van Defensie Lloyd Austin, die moet zijn goedkeuring nog gaan verlenen en dan moet de president er nog zijn krabbel onder zetten. De Amerikaanse regering was tot nog toe terughoudend, maar volgens 3 functionarissen wordt er nu wel groen licht verwacht. Oekraïne heeft Amerika gevraagd dat Patriot-systeem om Russische raketten uit de lucht te kunnen schieten. Dat werkt ook. Het is een soort, orgel, het is een soort vierkante buis waarin 9 van die raketten zitten en die schieten alles uit de lucht wat op je afgeschoten wordt. Rusland voert, zoals we weten, sinds oktober aanvallen uit op de energieinfrastructuur in Oekraïne. En even, de betere uitleg over Patriot komt van de Pentagon-verslaggever van het CNN. Its radar locks on to an incoming Russian missile, launches its own missile to shoot down the Russian attack, and it can do it at high altitude and long range. And that means if this all works, the Ukrainian forces can bring down those Russian missiles before they get close to population centers, to power plants, to water generation plants, to bridges, to infrastructure. All the things that are causing such devastation across Ukraine. Ja, ik vond jouw uitleg beter hoor, eigenlijk. Dankjewel. Ja. En in het Nederlands, dat scheelt. Okay. Om hoeveel Patriots het gaat is onduidelijk, maar transport, dat zou na officieel besluit snel kunnen plaatsvinden. Dan moet je alleen nog de mensen die dingen moeten bedienen trainen. Dat zou betekenen dat soldaten van het Oekraïense leger in Duitsland op een Amerikaanse legerbasis worden getraind. Daar hebben ze die dingen. Om zo'n systeem te bedienen heb je tientallen mensen nodig. En het trainen neemt maanden in beslag. Het is niet zo dat je zegt, van, nou, druk op de knop, daar gaat hij. Nee, dat kan niet. Eerder stuurde Amerika al Patriots naar NAVO-bondgenoten, zoals Polen, om het luchtruim te verdedigen. Duitsland heeft die dingen ook. Heeft het ook toegezegd aan de Polen, maar over de inzet is discussie. Polen wil ze graag in Kiev geven. En dat is doorleveren dus eigenlijk. En daar zijn de Duitsers een beetje tegen. Die denken, ja, wacht eventjes, ze zijn voor jullie en niet voor Oekraïne, want we hebben ze aan Polen gegeven om jullie grenzen te verdedigen. Nou, dat gesteggel is dus gaande, maar als het goed is, dan komen die dingen dus ook vrij. En dat is op zich wel interessant. De legerleider van het Russisch leger in Donetsk, die heeft ondertussen gezegd, ook onder druk van wat er allemaal gebeurt met leveranties van buitenlandse wapens, dat de nucleaire optie de volgende zou zijn. Oh. Bedankt. Ja. En daarbij aapt hij eigenlijk een beetje zijn baas Vladimir Poetin na. En dan gaan we naar dit. Want de Amerikaanse ruimtemacht Space Force opent een regionaal hoofdkantoor in Zuid-Korea. En zo willen de Amerikanen de militaire activiteiten van de Noord-Koreanen beter in de gaten houden. Het is het tweede regionale hoofdkwartier van de Space Force buiten Amerika. We praten erover met Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, is dit gerechtvaardigd, de angst van de Amerikanen? En dat ze daarom zo'n Space Force club ook willen neerzetten in Seoul? Nou ja, voor een deel wel. Kijk, de Amerikanen zijn overal ter wereld militair aanwezig, met een zogenaamde combatant command, zoals dat heet. En er zijn natuurlijk de traditionele krijgsmachtdelen, zoals de marine, de landmacht en de luchtmacht aanwezig. Mm-hmm. Sinds de Trump-regering is ook de United States Space Force een zelfstandig krijgsmachtdeel. En willen dan ook in zo'n kantoor aanwezig zijn. Nou, natuurlijk, Noord-Korea heeft net weer laten zien met een rakettest dat ze inderdaad Amerika kunnen bereiken met een ballistische raket. Dus ja, die dreiging die daarvan uitgaat, die is wel heel groot. En op deze manier kan Amerikaanse Space Force goed samenwerken met de Zuid-Koreaanse Space Force. Die is ook net opgericht. Net als een heleboel landen in een militaire organisatie worden de Space Forces opgericht. Ook Nederland heeft een heel klein soort Space Forces, de Defensie Space Security Center. Maar daar begint het natuurlijk wel mee. En ook in Korea. En dan kunnen Amerikanen zo de Koreanen helpen om het Space Squadron, zoals dat heet, op te zetten. Maar de Koreanen kunnen natuurlijk ook de Amerikanen helpen met meer visie, meer zicht op wat doen die Noord-Koreanen nou precies in het ruimtedomein. Dus ja, het past eigenlijk in de strategische globale aanwezigheid van Amerika, militair gezien. Maar ja, ook heel belangrijk. En vergeet China niet, hè? Daar zitten ze ook vlakbij. Ja, precies. Is het belangrijk om er vlakbij te zitten? Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, als we een goede monitoring systeem hebben, kunnen we dat ook vanuit de leunstoel in de organ doen.
Nee, dat klopt. Het zal ook vooral bureaumensen zijn. Je moet denken aan minder dan 20 mensen hoor, die daarheen gaan. Niet een enorm ding. Juist om Zuid-Korea te helpen met hun eigen systemen en hun eigen observatiesystemen. Kijk, en je hebt gelijk, vanuit de ruimte zijn de Amerikanen al bezig om de hele wereld continu te observeren. Met name te bekijken, zijn er lanceringen van ballistische raketten. Ja. En daar hebben ze dat kantoor in Zuid-Korea niet nodig. Nee. Maar het helpt wel als de Zuid-Koreanen ook beter weten waar ze op moeten letten. Zodat ze die informatie ook kunnen krijgen. Ja, maar er zit ook wel een symbolische stap, symbolische achtergrond in, hè, dit verhaal, neem ik al, dat ze daar zitten. Het is ook een signaal naar Kim Jong-un van, kijk eens, we zitten er met de Zuid-Koreanen samen. Zeker, zeker. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste hoor, daar heb je gelijk in. En je laat inderdaad zien van, op alle gebieden houden we je in de gaten. En al die raketproeven die je hebt gedaan, ja, we weten precies wat erachter zit. Maar het heeft ook te maken inderdaad met die multidomein oorlogvoering. Wat je ziet, dat al die militaire domeinen, zee, land, lucht, ruimte en cyber, dat het ook allemaal samenwerkt als je operaties plant en ook als je verdediging plant. Heb je al die informatie op een goede manier nodig die bij elkaar moet worden gebracht. En daar zal het Amerikaanse kantoor van de US Space Force in Seoul ook zeker aan bijdragen. Je noemde Trump al even, die richtte die Space Force op. En daarna hoorden we er niet zo heel veel meer van. Hè. Sinds kort hebben ze geloof ik een officiële hymne. Is dit nou een serieus te nemen onderdeel van de strijdkracht of een beetje een speeltje van Trump? Zeker, nee. In het nieuws zoals wij dat ontvangen, daar hoor je er niet veel over. Maar dat is echt wel een groot krijgsmodel aan het worden en geworden. Er is heel lang gesoebat over wat ze nou precies voor uniform ze moesten dragen. Of hoe ze nou moesten heten. Kijk, een militair, dat heet bij de landmacht een soldaat. En bij de luchtmacht heet dat ook een soldaat. Maar bij de Space Force is besloten, noemen ze dan een guardian, een bewaker. Ja, dat klinkt een beetje komisch. Maar goed, ja, een beetje is echt van een heleboel. En ze zijn echt heel erg bezig met het ontwikkelen van hun posture, hun houding, de activiteiten die ze doen en wat ze ook in de ruimte allemaal doen. Nee, dat gaat echt wel behoorlijk door. Ja, dat leest meneer Kim Jong-un ook, neem ik aan, in Noord-Korea. Gaat hij nog reageren? Want dit is Rocket Man, zoals hij ooit genoemd door de oprichter van Space Force. Ja, alles wat hij een provocatie vindt, wat Amerika doet of wat Zuid-Korea doet, dat wordt beantwoord inderdaad. En we zagen natuurlijk in het najaar al eerder een Amerikaans-Koreaanse oefening. Ja. Ja, daar reageerde hij op met een aantal raketlanceringen. Dus dit zal ook niet onbeantwoord blijven. Nee, dat zit nou eenmaal in zijn systeem. Als ik geprikt word ergens, dan moet ik harder terugprikken. Of moet ik in ieder geval laten zien dat ik het heb gezien en dat ik er iets tegen kan doen. Ja, precies. Dankjewel, Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We gaan eventjes naar de Haagse Minuut, Sofie van Leeuwen. Minister Kaag van Financiën verdedigt haar najaarsnota in de Tweede Kamer. Met gaten van naar schatting 7,5 miljard euro kassa. En dat is natuurlijk te danken aan het prijsplafond en de tech-regeling voor het MKB. Want onze energierekening die rijst de pan uit. Vraag is natuurlijk hoe Kaag die miljarden gaat betalen. Verder debatteert de Kamer met klimaatminister Jetten over de Energieraad in Brussel. En de provincies komen naar Den Haag om te praten over de gebiedsgerichte aanpak. Stikstof, natuur, bodem en waterkwaliteit. De Tweede Kamer wil weten welke problemen de provincies nu hebben en wat zij nodig hebben van het kabinet. Nou, wat dacht je van visie en zo snel mogelijk een landbouwakkoord? Maar dat ligt er nog lang niet. Even geduld nog, tot zeker lente 2023. Sophie van Leeuwen. We gaan naar de kranten. Iwan. In de Telegraaf. Velbrief ontstemt over vertraging stikstoffabriek. De bouw van een stikstofinstallatie die buitenlands gas geschikt moet maken voor onze consumptie heeft weer een maand vertraging opgelopen. De Velbrief is daar dus niet blij mee. Ja, en in het AD. De vraag naar de elektrische auto daalt in Europa. En dat komt allemaal door de hoge stroomprijzen, zegt Volkswagen. Die bouwt van dat soort apparaten. Om auto's betaalbaarder te maken onderzoekt het concern nu goedkopere batterijen met alternatieven voor dure grondstoffen als kobalt en nickel. En NVWA gebruikt de vertrekregeling verkeers, meldt NRC. Bijna 11 miljoen euro gaf de NVWA uit aan overheidsgeld aan vertrekregelingen, maar dat geld moet het nu zelf gaan terugbetalen. Ja, dan in de Volkskrant kopt Groot-Brittannië werkt niet meer. December is stakingsmaand in het VK. Hoge inflatie, jarenlange bezuinigingen hebben veel onrust veroorzaakt en elke dag is er wel een staking van een beroepsgroep of een sector. De regering wordt gezien als incompetent en onverschillig. En tot slot de Financiële Telegraaf. Kerstmaal moet vooraf
worden betaald. Meerdere restaurants vragen bij reserveringen voor kerst om alvast het hele bedrag voor je diner, gewoon een hele maaltijd open te maken. Bijvoorbeeld bij Van der Valk gebeurt dat. Volgens Koninklijke Horeca Nederland doen ze dat om te voorkomen dat mensen niet opkomen dagen en jij met al je lekkere kerstspulletjes blijft zitten. Precies, dus die haast die nog geschoten moet worden, die weet nu al dat er een dat er betaald prijs is op zijn hoofd staat. Letterlijk en figuurlijk, ja. Tot zover. En het is op woensdag weer, hè? Dus, oh nee, je moet er nog één dingetje doen. Een onmerkelijk verhaal, want Rijkswaterstaat heeft in Amsterdam 2700 miljoen liter water weggepompt uit de Amsterdamse grachten richting de Noordzee. En dan denk je, waarom doe je dat? 2700 miljoen liter, dat is heel wat badkuipjes. Maar waarom? Om een woonboot te verplaatsen. Een woonboot die moest een paar honderd meter verplaatst worden. Die boot die paste niet onder een van de Amsterdamse bruggen. De ark was simpelweg te hoog. En daardoor moest het waterpeil dus even 7 centimeter omlaag. Nee. Door het wegpompen van dat water zakte dat waterpeil dus precies genoeg. En toen paste de boot er wel onderdoor. De woonboot waar de eigenaresse al 24 jaar in woont moest verplaatst worden vanwege herstelwerkzaamheden aan een van de kademuren. Tijdens het verplaatsen ging er nog meer mis. Er ontstond een lek in de boot waarna de brandweer de ark moest komen leegpompen. Ik heb het gisteren zien liggen, dat ding. Helemaal strak onder die brug, dat je dacht, dit kan niet goed gaan. Dat ging ook niet goed, inderdaad. En er is dus inderdaad eventjes 2700 miljoen liter water weggepompt om één bootje een paar meter te verplaatsen. Ja, en ook dus water uit die boot weggepompt. Ja, ook weer, ja. Dat hoort er bij die 2700 miljoen liter. Noordzee, Zou die fiets die dan in dat wrak staat? Dat wrak, nee. Dat vindt die mevrouw niet leuk, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Wat zou je zeggen over de fiets? Niks. Oh, die zat toch waarschijnlijk in die gratis fiets erbij gekregen. Toch? Zoiets, ja. Nou, tijd voor De column van Bernard Hammelburg. Long story short, zei de man naast me in de trein. Het Nederlands sterft bij ons op de zaak uit. As we speak, en trouwens, overall in the corporate world. De directeur is chief executive officer. Daaronder zit een management team. En nog een trapje lager zit de B2B manager. Dat is nu even niemand. Maar we hebben wel een prospect. Die stond bovenaan op de longlist en bleef als enige over op de shortlist. Dat is volgens Human Resources in de huidige arbeidsmarkt nog een hele challenge, to put it mildly. Hoewel ze altijd de chef retail kunnen inschakelen, want die is echt allround. Die prospect was uitgenodigd voor een gesprek, maar HR zat nog in een meeting en de controller, die meepraat over het salaris, zat in een call. Dat had te maken met een tender waaraan de company meedeed, als in een beauty contest. Dat gaf de prospect wel een opportunity om zijn key message nog even goed in te studeren en mocht die worden afgewezen, tja, you win some, you lose some, that's life. Hij heeft wel een mooie resume met dikke scores voor zijn kennis over Scrum en Agile. Hij heeft een paar cases meegenomen, keurig uitgewerkt in een spreadsheet. Afijn, als die prospect de job krijgt, kijk ik al uit naar de socials, want die maken gehakt van hem. Als ik het goed begrijp, wil jij die baan, zei ik. Bottom line, antwoordde hij, right on target. Victor. Ja? Wat heb jij nodig om beter te performen? Een financieel expert en een econoom, een trendwatcher en een bedrijfskundige die verschrikkelijk veel weet van efficiëntie. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Ze zitten nu inbegrepen bij een zakelijke licentie voor het Financiële Dagblad. Speciaal voor MKB'ers.